Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Hoeveelste zal het zijn? Maandag 28 september. Ik moet een beetje stil zijn. Het is namelijk nog heel vroeg. Ik ga zo meteen naar stage toe. En als je heel veel zin hebt in de vlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb op maandag en dinsdag weer stage. Ik heb me net omgekleed. Ik heb voor het eerst dit jaar een coltrui aan. Ik dacht, dat kan wel. En ik doe daar overheen mijn jasje van de Zara. Zo. En kan dit? Ja, dit kan wel. Ik ga nu naar stage. Ik heb expres geen sieren bijna om. Omdat ik bang ben dat ze er altijd aan gaan zitten. Dus jullie zien mij na stage weer. Want ik kan op stage helaas niks filmen. Maar dat lijkt me ook wel logisch. En ja, ik ben benieuwd. Want mijn mentor is vandaag helaas weer ziek. Dus dat is wel heel stom. Het is maandagmiddag. Ik ben klaar met stage. Ik zie er echt niet meer uit. Ik heb net even bij de supermarkt chocoladepepernoten gekocht. Eerste pepernoot van het jaar. Moet zo de vlog editen. En stage ging eigenlijk weer... supergoed. Ik ben wel heel erg moe steeds na stage. Maar ja, dat hoort er gewoon ook bij. Ik zal de vlog editen. Morgen weer stage. En dan ga ik dus voor het eerst mijn mentor les zien geven. Voor de rest. Ik heb net gelezen dat de coronamaatregelen gaan veranderen. Dus om 7 uur. En ik heb wel wat dingen gelezen. Horeca om 10 uur dicht. Ja, ik hield me sowieso al heel erg goed aan de regels als het gaat om horeca en allemaal dat soort dingen. En ik deed ook niks, maar ook met vriendinnen en zo. Je mag nu maar maximaal met 4 in een huis, volgens mij, zoiets. Ik weet niet meer precies wat er stond. Dat gaan we vanavond dus allemaal horen, dus ik ben heel benieuwd. Ik ben wel een beetje bang. Omdat ik natuurlijk ook gewoon leuke dingen wil doen en dat kan gewoon niet. Dus misschien gaan het wel 3 hele zware weken worden. Ja. Ik ben benieuwd. Ik heb volgende week ook stageweek. Maar ja, ik denk dat de basisschool sowieso niet dicht gaat. Sowieso niet. Dus ja. Ik ga nu even video's kijken en in bed liggen. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Het is nog best wel vroeg. Ik ga nu naar stage toe. Het is de eerste keer dat mijn mentor komt, als het goed is. Dus ik ben heel benieuwd. Ik moet het alsnog inpakken. En ik film dan na stage weer. De eerste 2 dagen van mijn vlog, omdat ik stage heb, is natuurlijk wat minder. Maar dat had ik volgens mij gisteren ook al verteld. Want ik kan natuurlijk niet superveel filmen. Als ik stage heb. Voor de rest... Oh, mijn stem. Het komt omdat ik nog niet heb gepraat. Ja, dus jullie zien mij na stage. Ik moet een beetje zacht praten, want iedereen slaapt hier. En na stage moet ik ook werken. Dus dat. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Vanaf nu gaat de weekvlog weer een beetje normaal worden. Ik moet heel even gas geven. Ja, vanaf nu gaat de weekvlog weer normaal worden. Ik heb natuurlijk op maandag en dinsdag stage. En dat is gewoon heel erg lang en best wel zwaar. Dus daarna moet ik of meestal werken of heb ik eigenlijk geen tijd om te filmen. Dus dan weten jullie dat of het is gewoon niet zo interessant. En als het niet zo interessant is, dan film ik het liever niet. Voor de rest, het is nu... 8 uur en ik ben onderweg naar school. We hebben les op een basisschool en dan hebben ze daar gewoon een lokaal gereserveerd. Dat heb ik de afgelopen week ook al gehad, zodat niet iedereen naar de hogeschool hoeft te komen. Ik heb pedagogiek en deze keer ga ik Voske niet ophalen, want ik was zo moe, dus ik moest even gewoon, ook al was het maar 10 minuten, gewoon langer slapen. En ja, dat eigenlijk. Dus ik ben daar nu onderweg naartoe. Voor de rest, wat ik aan heb, is een blazer en een wit topje en mijn broek met gaten. Ik wist het even niet zo goed. En ik ga straks waarschijnlijk ook foto's maken voor in mijn webshop. En toen dacht ik, kan ik beter maar een beetje een basic outfit aan hebben. Dus ik heb ook geen sieraden om, zodat ik dat gewoon daar kan omdoen. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje de planning. Voor de rest, ik moet vanavond wel oppassen. Dus dat is een beetje jammer. En natuurlijk de nieuwe coronaregels, maatregelen zijn ingegaan. En je mag niet met meer dan 4 thuis. Ik hield me sowieso al heel goed aan de regels qua met hoeveel mensen ik thuis was. En allemaal dat soort dingen. En ja, ik vind het nu toch wel ook wel wat enger worden. Dus ik wil er ook wel een klein beetje op gaan letten. Ja, dus dat eigenlijk. Ik heb volgende week ook de hele week stageweek. Dus ik zit daar ook naar te kijken. Omdat ik, als ik stageweek heb, dan is het gewoon niet interessant om te filmen. Dus ik dacht, misschien neem ik dan gewoon een extra video op.
Ik ga in ieder geval nu naar school rijden en dan zien jullie mij na school. Tenzij er tijdens de les weer iets leuks is, dan film ik dat even. Een keer, want het is ook slecht weer. Ik ga niet binnen foto's van kleding maken. Nee, precies. Oké, nou, ik ben bij Im thuis. We gaan nu foto's maken, had ik wel verteld. Oké, wat gaan we eerst doen? Of wil je eerst die tasjes doen? Ja, ik doe maar eerst de tasjes. Kijk, ik zal ze even gelijk laten zien. Mega leuk. Grommelige kamer. Ja, dat zie je niet. Als ik tegen het licht aan ga staan, zie je het dan helemaal niet goed. Zo. Want hoe wil je die foto maken dan? Want het licht komt daar vandaan. Het komt daar ja, vandaan. Dan begrijp ik. Ik haal dat kleine rek weg. Oh, oké. Okay, zo. Deze en welke kleur nog meer? Deze. Maar hoeveel kleuren hebben jullie? Vijf. Twee kleuren, maar dan twee printjes. Oh ja. Oké, okay, we zijn nog bezig met foto's maken. Ik heb nu dit allemaal in het goud. Ik zal het even laten zien. Het is heel leuk. Deze. En ze krijgen hele leuke nieuwe oorbellen. Deze. Heel erg leuk. Ja, dus we gaan even nog wat dingen op de foto zetten. En die tasjes hebben we nu al op de foto gezet. Oké, okay, ik ben alweer een tijdje thuis. Ik had net een online meeting en ik heb net even gegeten. Ik had anders aangedaan en ik mocht deze leuke oorbellen meenemen. Heel erg blij mee. Ze zijn heel leuk. En helemaal buiten adem van de trap. En ik had ook nog andere dingen, maar dat gaan jullie binnenkort nog wel zien. Ik had namelijk nog andere leuke oorbellen. En ik zal mijn favorieten sowieso even in beeld zetten. Ik moet nu even twee pakketjes doen van Unite Wardrobe. Dus ik ga hem even omkleden en dan ga ik die pakketjes gelijk even doen. Want anders heb ik er straks echt geen zin meer in. En dan is het nog voor de middag en dan voor de avond bedoel ik. En dan worden ze nog meegenomen. Dus dat ga ik nu doen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik heb nog niks gedaan. Ik heb me opgemaakt, me omgekleed. Ik ben een nieuwe album van Tabitha aan het luisteren. Echt een heel leuk album, echt een aanrader. Dus, en ik wil vandaag heel graag iets doen, maar ik weet nog niet zo goed wat. Ik moest gisteren dus oppassen, dus toen heb ik niet meer gefilmd. En ik heb sowieso niet zoveel op de planning, maar ik ga wel morgen leuke dingen doen. Dus dat kan ik sowieso filmen. En voor de rest moet ik nog even kijken wat ik ga doen. Dus ja. Ik was nu al aan het luisteren. Maar ik ga nu naar Floor toe. Dan ga ik haar ophalen en dan gaan we naar de stad. En geen idee. Ik heb niet echt iets nodig. Maar wel heel erg gezellig. Ik heb mijn nieuwe oorbelletjes erin. Heel erg blij mee. Ik kan misschien nog even kijken voor wat ik hierachter dan wil doen. En ik ga haar dus nu ophalen. En dan gaan we met de auto naar de stad. Dus dat is wel heel gezellig. Gaat ze eet smakelijk. Terug uit de stad. Oh, ik heb het echt mega koud. Ik moet zo werken, dus ik moet al bijna omkleden. En we waren even naar Zara geweest. Ze hadden echt leuke dingen, dus ik heb even wat dingetjes gefilmd voor jullie. En voor de rest, ik heb niet super veel gekocht. Maar ik heb wel bij nieuwe masker gekocht van Clay & Glow. Helemaal buiten aan van de trap. Die was €29. Maar krijg je wel een kwastje en alles bij. En ze had er ook nog wat andere dingetjes bij gedaan. En ook van het masker. De scrub en de gezichtscreme. Dus die kan ik dan allemaal gaan proberen. En ik had ook nog een nieuwe beauty blender gekocht. Deze. Die ga ik ook even testen. Want die van mij is echt mega goor. Ik weet niet of ik dit heel fijn vind. Het is namelijk niet zo zacht. Nou ja, ik moet het maar even proberen. Misschien als ik hem onder het water doe, dat hij dan wel wat zachter is. Dit masker ga ik vanavond even opdoen. Maar ik ga nu even werken en dan Love Island daarna kijken. Maar ik moet me eerst even omkleden. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik had net online les. We hadden een gastles over poëzie en allemaal dat soort dingen. En ik ga nu Amber ophalen en dan gaan we naar de stad. Want we hebben elkaar echt al heel lang niet gezien. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb dit cardigan vestje van de Primark van vorig jaar collectie. Een leren broek en daaronder heb ik een topje van de Zara. En voor de rest heb ik mijn nieuwe sieraden gewoon een beetje in.
Ik ga dus Amber ophalen en we gaan even lunchen en we moeten nog even kijken wat we gaan doen. Ik wil eigenlijk niet te veel kopen, want ik koop de laatste tijd echt een beetje te veel. En er komen binnenkort ook weer wat bestellingen binnen. Dus dat wil ik eigenlijk niet. Mijn jas ligt nog achterin. En voor de rest ga ik vanavond lekker met Eve Love Island kijken. Heel veel zin in. En de aflevering van vandaag moet ik nog wel een stukje afkijken. Nou ja, kijk wel eventjes. In ieder geval blijven Joan en Mert echt wel mijn favoriete koppel. Ik zou het ook leuk vinden als jullie laten weten wie jullie favoriete koppel is. Ik ga nu naar Amber rijden en het album van Tabitha luisteren. Eet smakelijk! Herenigd? Eindelijk. Eindelijk. Ja, toen ik had geholpen met de musical. Ze gingen toen niet in geld, dus toen had ik een cadeauboek gekregen. Heel leuk. Nou, ik ben met Am. Hoe vond je het eten? Ja, wel lekker. Zullen we een thumbnail maken? Welke kant wil je staan? Dat is je betere kant. Heel nep. Oké. Ik heb laatst echt dat mijn make-up een beetje van mijn huid afsmelt of zo. Daar moest ik dus niet rennen. Dat heeft toch niet alleen met de eyeliner te maken? Oké, we zijn terug uit de stad. We dachten we doen. Wat zei je? Mijn tanden zijn echt een beetje geel. Nee. Ik kom je overal tegen. Ik heb het niet uitgegeven, mijn bon. Oh ja. Oké. Eerst even de nieuwe lipgloss. Nee, grapje. Van Essence. Zou ik hem nu gelijk opdoen? Oh, echt mooi. Nou, we weten het nog niet. Ja, mooi. Ja, echt mooi. Oké. Okay. Hier wil je bij mij kijken? Oh nee, ja. Denk je dat ik daar dat kan zien? Nee. Oké, okay. Nou, dit was dus deze van Essence. En we hebben, dit is nieuw van de Essence. De Coconut Kiss Caring Lip Peeling. Ik heb dat nu echt nodig. Ja, ik ook. Nou, nu ben jij. Oké, eerste wat ik heb gekocht. Een nieuwe wimperkruller. Kijk hoe goed ik dit kan. Nee, dit was echt grappig. Ik ga niet met alles dit doen. Nou, een wimperkruller. Ja. En, we hebben eigenlijk helemaal geen kleding. Dat is niet heel leuk. Maar oh, dit is wel leuk. Dat moest ik echt even hebben. Een nieuwe eyeliner van NYX. Van NYX. Etos Long Lasting Makeup Fixing Spray. Even nieuwe dingen voor mijn gelnagels. Twee nieuwe mondkapjes. Ook bij Etos zijn heel leuk. Deze met bloemetjes. Ja, deze heeft Amber nu ook. Of ik had hem eigenlijk van Am. Of ja, hoe doe je het? Ja. Een nieuwe shake baker. Droog shampoo van André Long. En de rest van mij is voor jou toch? Ja, dat ga ik nu eruit halen. Volumepoeder. Bedankt. Deze deo op aanraden van Am. Dat is echt de beste. Koken, welke geur? Hier, kokos. Deze ook van Am, die gebruik ik ook altijd. Hier, lees jij maar van. Heat Protection Kokos Care. En nog een deo. Oh ja, nog eentje. Oh, we hadden allebei twee. Alsof ik op vakantie ga. Deze is van mij. Oh, daar heb ik zin in. Deze van mij. Oh, en de laatste keer dat ik op vakantie ben geweest is met jou volgens mij. Nee, toch. Nou, naar vliegtuig wel met jou geweest. Ja, leuk. Deze. Ja, dit was het toch. We hebben niet... En dan heb ik ook twee keer deze. En ik heb ook deze concealer. En als deze slecht is, dan betaalt Amber mij terug. Ja, dan wil ik hem gewoon hebben. Nou, dat is toch nee, deze heb ik echt al jaren. Jaren. Maar ik haal altijd dat sponsje eraf. Laat even weten in de comments of ik de enige ben. Nee. Ik weet niet, heb ik het gevoel dat ik er langer mee kan doen. Wat zit eronder dan? Gewoon. Het gat. Gewoon een gat. Draaien en dan komt het er gewoon uit in plaats van eerst op die spons. En Amber als fit girl een echte shake baker. Hebben we nu alles? Moet ik een nieuwe hebben? Ja, ik denk het wel. Oké. Zou ik de volumepoeder even proberen? Oh, dat wil ik ook. Oeh, maar als ik dat ga doen, zit je hele auto onder, denk ik. Het lijkt alsof ze een beetje leeg zijn. Alsof iemand ze al heeft gebruikt. Waarom zou dat me niet eens verbazen? Misschien heeft iemand er een TikTok van gemaakt. Oh nee, ik kan het beter in mijn haar doen. Kut, ik deed heel veel. Kijken. Nee, helemaal niet. Ik voelde het toch? Nee, je ziet het bijna niet. Moet je het eerst op je hand doen? Oh, wat dom dit. Goed schudden voor gebruik. Oh, dat heb ik ook niet gedaan. Kijk, nu is het helemaal plakkerig omdat ik het gelijk daar deed. Hoe werkt dit dan? Ja, je moet gewoon een beetje zo in je haarlijn. Maar kijk, nu is het gelijk al heel stroef. Kan je het ook eerst op je hand doen? Hoezo zou je dat willen?
Oh, je voelt het heel erg, ja. Nou, niet normaal. Is het sarcastisch? Is net getoupeerd. Het moet wel stugger, ja. Ik moet het denk ik vooral hier doen. Onder. Het is inmiddels alweer avond. En het was vandaag heel gezellig met Am. Ik ben nu alweer een hele tijd thuis. Ik heb mijn spullen gepakt. Ik heb avond gegeten. Ik heb die nieuwe lipgloss op. Vind ik heel erg mooi. En ik heb me even omgekleed. Ik ga nu wel even Love Island kijken. Dus ik dacht ik doe even een joggingbroek na. Ik bedoel een flarebroek aan. Ik zal het even laten zien. Dit topje, flarebroek. En gewoon een kooltrui. En ik heb een klein beetje van ons volumepoeder gebruikt. Voor de rest niet iets aan mijn make-up gedaan. Dat ga ik ook lekker laten, want ik heb er niet heel veel zin in. Ik ga in ieder geval nu naar Eve toe en dan gaan we lekker Love Island kijken. Maar echt, too much voor mij. Ik zou het echt niet aan kunnen. Die koffers. Je was zeker niet met je kop in de vlog. Nee, liever niet. Dat zei ze zelf hoor. Nu lijk ik heel gemeen alsof je er niet uitziet en dat ik daarom je er niet in wil doen. Oké, we hebben net Love Island gekeken. De laatste recoppeling. Wat vond je ervan, Eve? Ik vind het echt zo saai. Het is saai? Echt zo saai. Na Love Island UK is het zo saai allemaal? Ja. Hoe gaat het met je tatoeage? Oh, goed. Goed. Heel goed. Ook goed. Nee, voor mij gaat het goed. Soms vergeet ik het gewoon dat je het hebt. Ja, ik vergeet het ook, soms ook. Na het douchen en dan denk ik... Oh, oh ja. Heb je dan dat je na het douchen zo even kijkt in de spiegel? Hoi. Ja, soms wel. Soms? Nou, dan vergeet ik het soms ook. Wat vond je van mijn lipgloss die ik net op had? Die had ik nieuw. Was het je nieuw? Ik heb het niet gezien. Stel me wel een beetje teleur. Oké. Wat gaan Eve en ik nu doen? Raad het in het comments. Wat? Er is gewoon geen reet te doen. Ook, alles is nu al dicht. Is het al 10 uur? Oh ja, na 9 uur. Is McDonald's ook niet dicht al? Jawel, je mag daar gewoon komen. Nog een half uur, dan sluit de horeca. De horeca. Oké, Eve en ik gaan naar de Mac. Ja. Zullen we anders naar een Mac iets verder? Dan kunnen we even muziek en zo. Ja, is goed. We kunnen naar transfer. Ja, dat is niet heel ver. Nee. Dat is die ze mee geweest. Niet zo ver. Ja, maar welke dan? Bij het dorp. Vandaag zaterdag en ik was gisteren natuurlijk met Eva super gezellig en ik heb lekker uitgeslapen en ik ben vanochtend met mijn vader naar het bos geweest, want ik loop natuurlijk nu stage bij de kleuters en we willen een soort herfsttafel maken, dus dit heb ik even allemaal verzameld, dit alleen ik heb het even schoongemaakt omdat het anders is wel heel vies om het mee de klas in te nemen. Ik heb net mijn make-up gedaan en ik ga nu even pakketjes van United Wardrobe op de post doen. En ik denk dat ik gewoon deze trui aanhoud. Maakt op zich ook niet heel veel uit. Maar ik ga zo dus even pakketjes op de post doen. En in de avond moet ik oppassen. Morgen heb ik nog niet echt een planning. Dus dat eigenlijk. Ik ga gewoon een beetje kijken. Gewoon een beetje chillen dit weekend. Je hebt natuurlijk ook niet zo heel veel te doen. Want alles gaat om 10 uur dicht. Dus ja. Ik denk dat ik gewoon... ja, na het oppassen ga ik sowieso niks meer doen, dus. En morgen wil ik misschien gaan sporten, maar ik moet eventjes kijken of ik daar zin in heb. Want volgende week heb ik stageweek, dus daar ga ik geen vlog van maken, denk ik. Of zou ik dat wel doen? Ja, ik twijfel dus heel erg, omdat als ik stageweek heb, dan film ik eigenlijk zo weinig, omdat ik gewoon niks te doen heb. Omdat ik elke dag van 8 tot 4 dan op school zit. Ongeveer van 8 tot 4, ja. Oké, nou maar gaan we niet zo doen. Dus ik ga nu eventjes die pakketjes wegbrengen. Oké, dit was de weekvlog. Ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vonden. Ook al heb ik op het laatste niet zoveel gefilmd. Ik had daar gewoon niet heel veel behoefte aan. En dat heb ik gewoon heel erg soms. Dus ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij een nieuwe video.